4 trucjes voor een slankere taille in slechts 1 week. Soms kan het heel lastig zijn om een niet slankere taille te krijgen. Vanwege onder andere genetische, metabole en hormonale factoren is het namelijk veel moeilijker om gericht vet te verbranden. Hoewel je misschien denkt dat je simpelweg gewoon op dieet moet gaan, vormen sommige opstandige lichaamsdelen helaas een grotere uitdaging dan andere, met name de buik. In dit artikel delen we daarom 4 zeer effectieve en verrassende tips om je taille in slechts 1 week tijd slanker te maken. Dit doel is een stuk makkelijker te bereiken dan je zou denken. Waarom lukt het niet om een slankere taille te krijgen? Een superslanke taille is een droom van veel vrouwen die graag een vrouwelijk figuur willen hebben, omdat het ook de rondingen van hun heupen versterkt. Helaas is de buik echter een lichaamsdeel waar vet zich makkelijker opstapelt, zelfs wanneer je van nature dun bent. Laten we eens kijken welke factoren hier, los van onze genen, voor kunnen zorgen. Hormonale onevenwichtigheden, bijvoorbeeld tijdens de overgang zwangerschap, spijsverteringsstoornissen, een trage stofwisseling, een sedentaire leefstijl, veel geraffineerd voedsel of suiker eten, te veel alcohol drinken, stress. Lees ook, 7 tekenen dat je stressniveau te hoog is. Let vooral goed op je avondeten. Vaak is het avondeten de boosdoener die er bij veel mensen voor zorgt dat ze aankomen en dit kan vooral merkbaar zijn op de buik. Gelukkig is je buik ook het lichaamsdeel waaraan je het eerste verandering zult merken wanneer je je eetgewoontes tijdens het avondeten aanpast, minder eten en vroeger eten. Sommige mensen klagen dat het te moeilijk is om vroeg te eten. Probeer in plaats daarvan echter juist in de middag een snack te nuttigen en in de avond iets lichts te eten. Anderen hebben bezwaar omdat ze het avondeten zien als het enige moment waarop het hele gezin samenkomt, waardoor het zonde zou zijn om hier verandering in te brengen. In dit geval raden we aan om lichte en eenvoudige maaltijden te kiezen en genoeg wilskracht te ontwikkelen om kleinere porties te consumeren. Door kort voor het avondeten nog een kleine snack te nuttigen, zul je tijdens het avondeten minder honger hebben. De volgende ochtend zul je zien dat je buik platter is, waardoor je gemotiveerd raakt om deze goede gewoonte in stand te houden. Let op je porties. Onze aanbevelingen om te letten op hoeveel je eet tijdens het avondeten zou je voor elke maaltijd in je achterhoofd moeten houden. Je hoeft helemaal geen honger te lijden, maar je zou precies moeten stoppen op het moment waarop je in principe nog wel verder zou kunnen eten, maar dit eigenlijk niet hoeft. Als je op dit moment 5 of 10 minuutjes zou wachten, zal je honger misschien vanzelf weer verdwijnen. Weten hoe en wanneer je jezelf tegen moet houden, is de sleutel tot succes. Wanneer je namelijk meer eet dan nodig is, dan is dit vaak iets dikmakends, zoals brood of zoetigheid. Een trucje dat je kunt proberen is na je maaltijden een kop thee drinken die de spijsvertering ondersteunt. Ook kan het helpen om elke hap zorgvuldig en langzaam te kauwen, waardoor je sneller vol zit. Probeer meer proteïnen binnen te krijgen. Misschien heb je wel eens gehoord van diëten die rijk zijn aan proteïnen en hierdoor in korte tijd wonderbaarlijke resultaten opleveren.
Dit soort diëten kunnen inderdaad helpen, maar zijn vaak erg zwaar voor je lever en nieren, waardoor mensen vaak gewoon weer aankomen wanneer ze met dit dieet stoppen. Desalniettemin is het wel belangrijk om te weten dat het consumeren van meer proteïnen, of dit nu dierlijke of plantaardige proteïnen zijn, gewichtsverlies kan ondersteunen en vooral erg goed is voor een slankere taille. Onthoud gewoon dat je daarnaast ook andere voedingsmiddelen moet consumeren om je dieet in balans te houden. Enkele goede bronnen van proteïne zijn: vlees, vis en schelddieren, eieren, zuivelproducten. Bronnen van plantaardige proteïne zijn onder andere: bonen, noten en zaden, volkoren granen, avocado. Het zou het beste zijn om tijdens elke maaltijd proteïnen binnen te krijgen, waarbij je afwisselt tussen dierlijke en plantaardige proteïnen en rauwe en gekookte groenten. Probeer tot slot ook granen in je dieet op te nemen en kies daarbij altijd voor volkoren granen. Wij raden aan, de 4 beste granen voor bij het ontbijt, kies voor gezonde vetten. Jazeker, ook vet is zeer belangrijk. Het is helemaal niet nodig om vet volledig te vermijden, zoals veel diëtisten misschien zouden zeggen. Het is echter wel belangrijk om verstandig te kiezen welke soort vetten je wel en niet consumeert. Gezonde vetten zullen helpen om gewicht te verliezen en je taille slanker te maken, als ook andere lichaamsdelen waar vet zich doorgaans sneller verzamelt. Gezonde vetten worden door het lichaam gebruikt om meerdere functies te ondersteunen en zorgen er tegelijkertijd voor dat je lichaam meer energie heeft. Probeer daarom in elke maaltijd een goede hoeveelheid gezonde vetten op te nemen. Noten en zaden, avocado, koud geperste plantaardige olie, olijf, kokos, sesam, tarwe, kimetk, vette vis, eierdooier, zuivelproducten, zoals yoghurt, geiten- en schapenkaas of geit.